Welkom bij de allereerste uh, zomerpodcast. Uh, zoals beloofd gaan we tijdens de zomerweken, die helemaal tot 1 september uh, luiden, regelmatig en zeker in de eerste maand twee podcasts per week voor jullie neerzetten. Podcasts, het zijn video's, maar. Video's waar het echt om het praten gaat, om de discussie. Die je dus lekker kunt gaan luisteren thuis in de bank. Uh, of als je op vakantie bent op je strandstoel. Of als je door de berg heen loopt. Ik weet het niet. Dat mag je allemaal zelf lekker gaan bepalen. Uh, de eerste podcast, daarvoor heb ik hier 75 jaar aan game. Ja, ik wil niet zeggen game journalistiek, Maar game recenseren, ervaring bij elkaar uh, zitten. Want ik wilde gewoon eens even gaan kijken hoe we het huidige tijdperk nu ervaren ten opzichte van. Het begintijdperk, want eigenlijk met z'n drie hebben we alles van A tot Z. De allereerste game tot en met waar we nu zijn, hebben we allemaal meegemaakt. Um, ik wil beginnen eigenlijk met de vraag: van heb, wanneer dacht je bij jezelf? Jullie waren allemaal gamers, jullie gamen in jullie jeugd. Weet je wat? Ik ga er ik ga gewoon mijn werk van maken, van gaming. Ik, uh, ik kan me nog heel goed herinneren wat het was. Want ik, um, ik, ging, ik kende uh, Dre kende ik van de middelbare school. Okay. En op een gegeven moment, ik, heel lang waren we elkaar uit het oog verloren. En op een gegeven moment kwam ik hem tegen in de bus in Amsterdam. <coughs> en hij uh, zei: Van nou, nah, het is grappig, ik woon daar en daar. En ik zei: Van nou, nah, dat is ook grappig, ik woon letterlijk om de hoek. <laughs> en uh, toen raakte hij aan de praat, zei hij: Van ja, ik werk bij, ik loop stage bij een reclamebureau. Dat reclamebureau uit de Colfield en Tenzing. En dat zat op de Gracht in Amsterdam. Ja. En ik werkte op dat ogenblik um, uh, op de Herenmarkt. En dat is daar heel dichtbij. En uh, hij bouwde websites bij zijn stageperiode bij Colvin <coughs> Tensing. Misschien liep hij al geen stage meer toen. Dan werkte hij er al zo goed kunnen. Een stukje duiding even. Colvin Tensing uh, opgericht door onder meer uh, Niels Meelman. Ofwel de shoe. Ja. De graffiti legend van de United Street Artist en Crime Time Kings. Ja, ik zag hem toevallig laatst nog. Want hij heeft uh, uh, ook een ruimte in uh, ons oude kantoor. Uh, dus goed, het is een klein wereldje. Anyway, we kwamen daar... Uh, uh, ik kwam daar over de vloer op de, uh, de gracht een keertje. En uh, toen zag ik dat uh, in de kelder waren allemaal kleine bedrijfjes. Dus allemaal een soort van ZZP'ers. Uh -huh. En uh, er gebeurde van alles en nog wat. Dus bijvoorbeeld Ruben... Die had daar samen met Kees de Koning hadden ze topnotch. Die hadden daar een uh, studiootje gebouwd. Ja. Dus die namen dat ding op. Dus dat is de reden dat Skate daar bijvoorbeeld uh, veel over de vloer uh, kwam. <laughs> maar ook bijvoorbeeld, um, uh, volgens mij is ook veel van Extinctie daar opgenomen. Ja. Ruben die deed daar de uh, mastering voor. Eerste album. Ja, maar ook andere vormgevers, zoals bijvoorbeeld Delta zat daar. Nou, het zat allemaal mensen. En die, um, uh, die gasten hebben eigenlijk. Um, of eigenlijk vanuit hun creatieve visie is de Power Limited opgestart. In de mm -hmm, tijd, yeah. bij VNU. Oh. En dat is ook de reden dat zoveel mensen, want Ruben schreef voor de Pu, jij schreef voor de Pu. Drees schreef voor de Pu. Nou, die waren allemaal dus verbonden aan en tensing Of aan dat pand uh, 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 op de Hehe Kracht. Mm -hmm. uh, en er zijn nog een aantal, ik vergeet een aantal, maar er maar was volgens mij, een, er waren nog meer mensen die kwamen uit dat. Ja, um, Michael. Michael Schäfer natuurlijk. Ja, ja, die schreef er zelf ook voor, dat klopt. Inderdaad. Maar je had ook wat mensen die, die daar niet waren. Uh, Bende Dood, uh, dat klopt. Nou, maar ook jij en Jan en zo. Ja. Weet je? Die, maar goed, jullie kwamen misschien wat later. Ik kwam ook later. Maar anyways, toen um, ik kende dus Dre en ik leerde iedereen een beetje kennen. Uh, en ik, ik, volgens bij mijn weten gingen we drie keer in de week uit met z'n allen. Dus dat was gewoon een <laughs> grote zuperij. Um, en toen op een gegeven moment ging er iemand weg bij, um, uh, bij de PU. Uh, een kale guy, ik ben zijn naam even... Bas? Nee, niet Bas. Een andere, Thomas. Thomas ja, Thomas, ja, ja, ja. En die had ook een kale kop. En toen was ze weer de boete well, je moet anders met een kale kop. En toen uh, zei Dreef, je moet uh, uh, Boris een keer, want het ding was, ik had heel veel Um, um, ik, ik, ik was heel van het die gamer altijd al mm -hmm, yeah. en ik had heel veel games al heel vroeg want ik kopieerde alles en ik downloadde alles terwijl dat dat was toen nog niet zo uh, gangbaar niet iedereen nou ja. deed dat dus ik had heel, ik had toegang heel vroeg tot heel veel games dus ik kan me ook herinneren een van de uh, mijn eerste review was ik denk Tekken 3 die uitkwam en ik had die game al een jaar voordat hij hier uitkwam. <laughs> ja, dus, dat weet ik wel. Ja. Dus dat soort dingen had ik de hele tijd en um, uh, dus toen uh, ik weet dat ik toen een keertje volgens mij op sollicitatiegesprek langs ging bij Ed en zei van nou schrijf een artikeltje uh, toen was ook gelijk de coverview, view volgens mij van van, van van vier pagina's over uh, um, uh, dus over uh, wat zei ik over Tekken um, Tekken inderdaad. en en ik denk dat het ik, ik kan me herinneren dat ik er heel lang mee bezig ben geweest. Maar ik had echt zoiets van: ja, ik wil dat baantje hebben voor de puur. Dat lijkt me zo relaxed. Yeah. En dat, uh, ja, nou ja, goed, de rest is geschiedenis. Eigenlijk wel. <coughs> daar gaat natuurlijk ook het gesprek een beetje over, deze podcast. Over het verschil tussen de gamesindustrie, hoe dat geëvolueerd is. Hè, en of dat uiteindelijk, vind je het een leukere industrie of een minder leuke industrie geworden? En het feit dat jij zegt dat je dus als blad, hè, in die, die tijd was Power Limited, was redelijk almachtig. Ik bedoel, als gamesindustrie. Er was maar één manier om gamers te bereiken. Dat was dat in dat blad. Weet je. Dus dat je daarvoor een gekraakte versie kan gebruiken die niet te officieel was toegestuurd, is vandaag de dag ondenkbaar. Nee, maar het, het was toen ook ondenkbaar. Want je okay. ik mocht daar echt niets over zeggen. Ja, okay. het was het lag echt ontzettend gevoelig. En um, het is, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat er niet meer waren die het deden. Ja, maar, ja nee, het gebeurde, dan, het gebeurde behoorlijk. Er was altijd een beetje de vraag van. Uh, in die tijd was het allemaal nog niet zo gestroomlijnd. Vandaag de dag heb je allemaal uh, kantoren nou, inmiddels zijn het PR-bureaus. Dus je, je weet exact die moet ik hebben voor die code. En er zit een bepaalde tijd aan vast. In die tijd, met name Amerikaanse, Aziatische bedrijven ja maar moeten we die code vandaan gaan halen en was het vaak al de vraag staat die niet ik weet nog admin Ammerlaan uh, een van de hoofdredacteurs van de, van ook mijn begintijd die zijn er gewoon van uh, Boris of Dre, uh, staat die ook niet uh... ja ja ja, ja, ja die staat er al op oh okay, kijk nou dan doe jij hem weet je dat dat, zal dat ging dat gebeuren, een beetje ja, ja het, 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 dat 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 is wel het bizarre ervan. en je had ook een technisch ding dat um, kijk dit is nog in de periode dat je geen LCD televisie had ja. dus die, uh, die, die die je had nog dat pal uh, systeem in oh, Europa ja, fuck, en je had de NTSC, ja, ja. had je in Amerika en in Japan. En NTSC is 50 frames per seconde of 50 hertz. En um uh, in Paul is 25 uh, frames per seconde. Ja. En dat betekent dat als je dus een NTC-game hier wilde uitbrengen, dan had je dus het, um, uh, dan liep je dus tegen snelheidsproblemen aan. Dus de ondertiteling liep dan niet meer sync met de snelheid van de ja. game. Of, nou goed, zo had je allerlei problemen. En daarom, dat moest aangepast worden. En dat kostte gewoon heel veel tijd om dat technisch. Vandaag de dag bestaat het probleem niet meer. Maar toen was dat een probleem. En dat is de reden waarom wij altijd zo lang moesten wachten op die games. Alleen in de praktijk. Heel veel televisies hadden gewoon PAL en NTSC ondersteuning. Ja. Uh, als jij een Amerikaanse Playstation had... en je had een Amerikaanse game, kon je die gewoon spelen. Dus ook het... Um het afspelen van gekaakte games, ook al waren het NTSC-versies, was nooit een probleem. Had je, had je debugs toen al of was dat pas later? Of was het gewoon, kwam pas kwam wat later ja, Ik, op, ik of kan of me wel herinneren dat dat er was hoor. Ja, ja? zeker. Ja. Je, had een, ja. je had een blauwe PlayStation 1, dat was een debug. Oh, ja. En die ja. hadden ze toen bij de, uh, de PU inderdaad. En ja, weet je, dat soort dingen. Maar om heel eerlijk te zijn, de, het was ook de, de business was zo professioneel in Nederland. Ja. Je had heel vaak geen codes, weet je. Nou. Zoals, ik, ik weet nog dat de Dreamcast uitkwam. En Dreamcast dat is echt mijn glorietijd. Was mm -hmm. dat? Yeah. Um, want ik had namelijk, uh, wat er gebeurde, is dat als je bijvoorbeeld een game uploadde, naar de, je, die games werden verspreid via nieuwsgroepen. Mm -hmm, yeah. En dan had je een soort status. En als je dan iets uploadde, dan kreeg je een bepaald aantal punten en dan mocht je ook iets downloaden. Dus dat was om tegen te gaan dat er mensen alleen maar aan het liedje waren, maar mm -hmm. mensen moesten ook iets bijdragen. En ik had gewoon de toegang echt. Dag 1, als een code uitkwam, had ik hem. Ja. En dan uploadde ik hem naar zo'n, uh, naar een andere groep. En dan kreeg ik daar heel veel credits. En dan kon ik daar weer op dag 1 de eerste shit downloaden. <laughs> en, dat, en ik was daar gewoon heel goed in. En ik had ook al vrij snel, um, je had toen nog uh, uh, de voorloper van Ziggo in Amsterdam. Dat was A2000, dat heette later Cello. Ja, jezus. En dat, um, die modems kon je hacken. Ja. Dus die, uh, uh, die, die modems waren vrij traag. En, uh, maar als je ze hackte, kon je de volle snelheid hm. eruit halen. Dus dat deed ik, waardoor ik heel dat snel. Dat hoor ik nu pas. God ja, ja, daarom kon ik die games zo snel downloaden. Maar goed, anyways, dat, uh, uh, het was ook een technisch verhaal. En die, wat ik al zei, je had die industrie niet in Nederland. Dus als je die games ja, wilde nee. spelen. En op de Dreamcast, je had dus een uitgever in Nederland. Ik, ik kan die guy nog goed voor de geest halen. Uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar die, die deed dat. En dan, um, er waren geen games. Er waren ge bijna geen trips. Er was gewoon, alles was zo ontzettend traag. En in die nieuwsgroepen, daar was, alles stond daar. Ja, 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 ja. Dus dat is gewoon, en het achteraf gezien, dat is echt wel interessant. Op een gegeven moment, de, de Dreamcast had geen debug uh, nee, versie. want ik, ik heb toevallig uh, allemaal uit de berging, mijn ouders hadden een berging. En daar heb ik al mijn stripboeken en al mijn oude games uitgehaald. En toen kwam ik dus, was ik aan het opruimen dit weekend, nog. Als je een drinkers game, dus voordat die in de winkel wacht, dan moet je eerst een bepaald soort maar een schijfje erin doen. Doet neem die, die mee? Ik. Neem die mee naar blank. Okay. Daar gaan we een keer een item over maken over dat schijfje. Okay, en ja. dan gaan we laten zien hoe het werkt ook. Want het interessante is dat ze hadden geen uh, CD-ROMs of DVD's, hadden GD-ROMs. Ja, dat was een soort CD-ROM waar meer op kon. En die, uh, maar die kon je niet zomaar branden. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus dan, die, die shit moest gecompressed worden... om op een CD-ROM te passen... Uh, als je het wilde kopiëren. Want je moest natuurlijk branden op een CD-ROM. Ja. Maar dan moest die bootsector eraf. En die bootsector was nou precies... wat ervoor zorgde dat je die game kon opstarten... op een normale Dreamcast. Dus wat, hadden die, wat had Sega gedaan? Die, 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 die disc die jij bespreekt... ik had hem ook namelijk. Uh, die kon je er eerst in doen. En vervolgens kon je allerlei gekopieerde games ja, ook spelen... Ja, ja, ja. Maar zo hadden zij dus persversies, noemden ze dat. Yeah. Maar wat er eigenlijk aan de hand was, <laughs> tot het moment dat die disks uitkwam. Ze hadden dat laten maken door een bedrijf dat heet Data East. Mm -hmm. En Data East deed van die cheat cartridges en cheat hardware en software. Yeah. Dus als je bijvoorbeeld, kon je hardwarematig vals spelen. Kon je een programmaatje inladen in je PC of op je Playstation. En dan, dan nou ja goed, dan kon je wat dingen veranderen aan de settings van een game. Mm -hmm. Maar anyway, dat Data is. zij wisten donders goed. Dat is gewoon een kopieerbedrijf. Dus ja. zij lieten die, 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 die opstart cd maken... Donners goed weten als ze dat door data is dan zou het gelekt worden. En waarom wilden ze dat? Ze wilden dat uh, um, op dat ogenblik um, uh, die, die Dreamcast werd helemaal kapot geconquereerd ja. door PlayStation, met de Pot. PlayStation 2. Ja. PlayStation is groot geworden doordat ze het zo makkelijk hadden gemaakt om games te kopiëren op de PlayStation. Daarom okay. zijn ze zo, zo groot geworden. En porno volgens mij toch ook? Nee, ze hadden geen porno. Maar het de, de, de eerste om... PlayStation eigenlijk al, hoor. Ja, de eerste PlayStation ja, was. gemaakt... op zijn kant en dan ondersteboven Met dat balletje erin, weet je, weet je dat nog? Dat, ja, maar die, die lens. Uh, ik, ik weet niet. Meer. Ik heb hem toen, voor, voor 50 euro heb ik hem uh, weggebracht. En, ja, dan doe je zo'n chipje zat dat erin en dan kon je ja. spelen. Maar, anyways, <laughs> dat, uh, bij de Dreamcast was dat niet zo. Nee. Totdat die disc uitkwam. En toen die disc uitkwam, boem! Toen kwam ja, alles uit. Ja, ja, ja. En het grappige was, omdat ik zo in die gekopieerde game scene zat. De allereerste gekopieerde games mm -hmm. gingen vergezeld van exact die uh, die bootrom, rom die, of die boot -disc die je had. Ja. En ik weet toch dat ik de, Ik download dat. Ik is van het zal toch niet? En ik checkte die shit. En ik deed die met PC. En dan kon je gewoon zien wat erop zit. Je kon dan gewoon het programma. Je kon het ja. uitlezen. En ik En het was exact hetzelfde als de uh, CD <laughs> die ik van uh, zei. En ik had goed. Deze gasten hebben gewoon expres hun console rot gemaakt. Voor gekopieerde games. Omdat ze anders die strijd met uh, PlayStation niet kunnen winnen. Ja, bizar. Um, ja, jij bent dus feitelijk uit hetzelfde. Pand gekomen of, jij, zat er al voor dat pand zat je al bij de PU. Uh, dat denk ik wel. Naar nou, Ja, kees, ik... waarschijnlijk ja. Kijk, kees, kees, schreef zelf natuurlijk ook voor de PU. Ja, ja, kees, die deed wel, al de die, die Was die was zo'n beetje day one, uh, volgens mij wel. Pu ja. uh, en maar ja, ik ken de Kees van de muziek, uh, Dutch Masters, dat soort dingen, radio dingen opgenomen ook, uitgebracht uh, en. Hij wist ook wel dat ik gewoon een aardige pen had. Een aardige uh -huh. pen game, zeg maar. En toen vroeg hij mij, want hij, hij stopte op een gegeven moment bij de oor met schrijven. Omdat hij zich meer ging focussen op uh, zijn label, Top dus. En of ik hem misschien daar wilde vervangen. Om uh, het hiphop gedeelte op me te nemen bij het muziekblad. En um, dat gebeurde toen dus ook. En in die tijd we brachten veel tijd met elkaar door ook met Ruben en, uh, en Kees. En, en Rubens zijn broer en, en andere gasten zaten we bij Kees thuis. Uh, lekker gamen, blowen, dat soort shit. Weet je wel, uh, tot diep in de nacht. En um, toen werd mijn liefde voor games ook juist weer opgewekt, omdat ik juist, ik, dat heb ik al vaker verteld, omdat ik zoveel met muziek bezig was, die hele era van de Nes en de SNES. Dat is grotendeels allemaal voorbij gegaan. Mm -hmm. ik bedoel, het was mij nog 64. En daarna was het. Hip hop weet je wel, wat uh, volledig mijn leven domineerde. En, uh, maar omdat ik ook zoveel uh, zat de game op een gegeven moment in die tijd met de NES. en op een gegeven moment kwam die PlayStation net uit. Bij Kees had hij zo op een gegeven moment. Gezegd, hey, uh, die Power Limited, is dat uh, niet ook iets voor jou? Uh, bij de oor gaat het allemaal lekker. Uh, lekker een beetje over games ook ouwe hoeren. En uh, ja, toen heb, ik, uh, toen heb ik ook gezegd van ja, prima joh. En nou, uh, ja, in 1995. Uh, heb ik mijn eerste reviews geschreven toen? Uh, de, ik had nooit de intentie of de wens uh, om, nee. om dat te gaan doen. Ik, wil, ik, ik wilde eigenlijk gewoon doorgroeien in de muziek. En, maar ik had het idee dat ik al een beetje uitgegroeid was of zo. Uh, met Ik ging het op een gegeven moment ook nog wel super crescendo. In het Nederlands natuurlijk. Maar dat was niet helemaal waar mijn hart lag. En, uh, maar ik merkte wel dat het schrijven me vrij aardig afging. En uh, ja, toen ik uh, zowel voor de oor als voor de puur kon gaan schrijven... merkte ik wel van, oké, okay, dit is iets wat me wel ligt je ja, kon er in die tijd ook nog leuk aan verdienen aan print dat uh, ja zeker dat, uh, en het was altijd maar weer gewoon uh, een soort van balans vinden in je leven van oké okay, wanneer wordt het te veel Wanneer wordt het Jan Meijroos, zeg maar, ja. je wel? Want Jan Meijroos... bedoel. Hij ja, had de helft van de pagina. Nee, die gast, die harkte en die harkte... en maar die die harkte, schreef maar... voor letter... Ik gaf van veertig ja, oh. bladen op een gegeven moment. Ja, ik weet, ik weet dat ik een keertje, uh, uh, hij kwam een keertje bij blam, want had hij een toetsenbord meegenomen en moest hem testen. En dat, dat, dat daar waren de uh, letters A en de letter S, waar beide waren weggesleten. Ja, ja. En dat was, zei hij, omdat uh, hij had toen een vol jaar lang over Assassin's Creed geschreven. <laughs> Had dat zo vaak ingetypt <laughs> dat gewoon die letters waren afgehaald. Omdat die zoveel ja, hij zoveel shit. Ja, dat was een fabriek, ja. Die gast. Nee, uh, ik, zei, ik, om heel, ik, zei, ik snap niet dat je dat kan, maar, uh, maar ik moest er wel om lachen. Ja. Uh, ja more power to hem weet je wel ik bedoel hij heeft lekker zitten harken maar voor me, ja maar ik was al blij als ik dan uh, zes pagina's zeven pagina's kon vullen want dan weet ik van nou dat dat is niet van een lekkere ja je moest van tevoren hoe meer je plannen je aanbood. en hij was daar altijd wel heel oh. goed in hij had echt het, zes a 4tjes en jullie waren vaak heel erg op het laatste ah oh, je doet dat dan al maar ja. en dan vist hij je soms een klein beetje uh, uh, Naast het net wat dat betreft, ja, ik, ik ben juist, ja, ik, ik kom uit een hele andere hoek inderdaad. Uh, via Arjen Brusset, die ik in Haarlem niet hem heb ontmoet, maar een vriend van hem, Nando die zat in de muziekindustrie. Die zat Arjen Brusset de... is de oprichter van Guerrilla Games. Guerrilla Games inderdaad, ja. Um, en Nando maakte de muziek voor zijn games, zoals bijvoorbeeld Jazz Jack Rabbit. En Nando, die produceerde ook house. En ik ging heel erg fel om uh, met een aantal DJs in de stalker. Dat vond ik leuk, want ik schreef voor het Haams Dagblad uh, over muziek. En toen ben ik een keer geïntroduceerd bij Arjen. Uh, hij woonde, als mensen in Haarlem -Koop. hij woonde in de Grote Houtstraat. Aan het eind van de Grote Houtstraat, tegenover uh, Ula, Ula Pupken. Die winkel zit er nog steeds. Daar woonde hij boven. Had echt al een prachtige woning op jonge leeftijd. En uh, daarbinnen, uh, boven woonde hij en onder had hij uh, een grote ruimte. En daar zaten uh, mensen games te maken. mannetje of vier, dat dat vijf. Dat was niet Karel, dat heette anders toch? Ja. Orange Games, was dat van hem? Orange Games heeft hij gedaan, daarvoor heeft hij ook nog een andere naam had hij gehad. En hij was wel een beetje de nestor van de Nederlandse gamesindustrie, inderdaad. Hij werkte ja. echt met Cliffy B. En hij, met hem ging ik vaak om, ik ging veel met hem uit. Ik kwam ook, dropte vaak gewoon bij hem binnen, gewoon even kijken. Weet je. Het was altijd gezellig boven dat iedereen een beetje te programmeren en blablabla. Bla, bla En hij heeft de hoofdredacteur een keer gesproken en die zei van ja, ken je nog een goede journalist? Want ik was journalist met Haamsdag, wat deed, politiek, muziek, alles en um, zo ben ik erin gerold en ik had op dat moment niet, niet, niet zoals jullie waren echt hardcore gamers ik speelde wel eens games maar dat was zeker niet mijn, mijn, mijn belangrijkste hobby dat was veel meer sport en muziek ah, voor mij toen ook nog niet hoor ja. dat is in de loop der jaren weer teruggekomen we zijn weer neppe, weer neppe games. Zijn we zijn neppe games zijn inderdaad um, maar dat maakte Edwin niet uit want hij zei ik heb één iemand nodig die fucking shit wel op tijd inlevert <laughs> dus, uh, dat ben ik een beetje geworden maar ik had al wel vrij snel want ik, ik heb ook gewerkt voor HomeSoft en dat is uh, het eerste Nederlandse publisher voor ongeveer alles. En toen zag ik wel van, fucking hell, die gamen is leuk. Ik vind het leuk. Heb je en... daar gewoon vast in dienst gewerkt? Vast in dienst. Maar toen enige... ze nog op Schiphol, zaten ze op Schiphol? Toch? Nee, Haarlem. Haarlem-Noord. Zaten oh, okay. ze echt okay. in de Waaldenpolder. En ik heb ongeveer driekwart jaar gewerkt. Uh, heel veel onno van, 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 van Rockstar. Ja, nu wordt het een beetje, uh, hoe heet het nou, familiair. Maar een aantal mensen die later in de gamesindustrie hebben daar ook gewerkt. Um, en toen vond ik het al wel leuk en ik merkte al heel gauw van oké okay, muziekjournalistiek dat wil iedereen, sportjournalistiek wil iedereen gamejournalistiek of game recenseren we stonden aan het begin ja. en, en toen, toen dacht ik... ik van daar moet ik instappen en me inspecialiseren want dan zit ik tenminste ergens waar toekomst is voor mij en uh, ja dat blijkt ook wel want 25 jaar later zit er, is bijna iedereen van het oude groepje is nog wel betrokken bij gamejournalistiek uh, of het nou hier is of bij andere bedrijven en voor de nieuwe generatie, ja, gamejournalisten, iets wat wij onszelf nooit noemen, is het fucking moeilijk om ertussen te komen of überhaupt iets betaals te vinden. Maar ik, wat ik interessant vind aan die tijd is dat als ik zo kijk naar die redactie of zo, niemand was echt bezig met journalistiek. Nee. dus ik kan me nog goed herinneren dat ik um, een van mijn allereerste persstrippen, want dat was natuurlijk het ding, die perstrippen. Mm -hmm. Weet je, en ik, ik was toen, weet ik het, misschien een jaar 4, 25, zoiets. En um, uh, niks is vetters. Dan Zeker, ja. op kosten van de uitgever de wereld over vliegen. Ja. Dus ik zag iedereen vertrekken naar Canada, naar Amerika, weet ik veel wat, <laughs> weet je. Ik weet nog dat skate voor het eerst naar Japan ging. Dus iets van wat the fuck? hij gaat gewoon naar Japan. Nee, dat is niet waar. Ik ben ik ben voor eer, ik ben voor eer, ik ben één keer in Japan geweest en dat was met jullie. Ja, oké, okay, dan ben ik in de war. is zal ergens anders dan, geweest dan, dan was het iemand anders. Maar anyways dat um, ik zag dat gebeuren en ik had echt zoiets van ja, dit wil ik ook. En toen op een gegeven moment kwam dat telefoontje van, uh, boys, ja, heb boys, je volgende week moet dat we, we hebben een perstrip uh, uh, volgens mij is het wat voor jou en dat, uh, dat was een perstrip naar uh, naar Japan um, dat ging om de Tokyo Game Show voor Sony ja. en um, uh, ik weet nog dat ik had geen idee maar ik moest naar uh, naar, naar Zaventem toe want de vlucht vertrok vanaf Zaventem en, um, dus ik ga er met de trein heen. Ik stap in, vlogen we business class, vlogen we naar uh, ja, Tokio toe. Zo zo. Toen, ja, 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 toen zaten ja, ja, we vervolgens uh... werden we met een limo van het vliegveld van Narita opgehaald, naar ja. Shibuya afgeleverd. Zaten we in de Cerulean Tower. Ik weet niet, maar uh, die was toen net opgeleverd. Dat ja. was gloednieuw. Vijf-sterren hotel. Gigantische toren, midden in Shibuya. Duurste wijk van Tokio. En dit is nog in de tijd dat uh, Japan was Onbetaalbaar om daarheen te gaan. We hadden volgens mij nog de gulden toen. Ja. En de Japanse yen was, was niet te doen. En ik weet nog dat ik daar. Ik zat in een soort uh, bad. Je had een badkamer. En die, die was aan alle kanten had je ramen. En ik zat echt op de, weet ik veel. Ik had een suite. Ik zat op de 70ste verdieping uit te kijken over Tokyo in dat in dat in dat bubbelbad of in het schuimbad. En Ik had zoiets van wat de fuck is dit eigenlijk, weet je? En ik zat een beetje te rekenen. En er stond ook in Japan heb je dat, er staat op je op je deur staat er dan zo'n zo'n kaartje en dan staat op wat de, wat de kamer kost per yeah. nacht. Die kamer kostte 2000 10. gulden per nacht, 2000 ja. dollar per nacht. En ik had uh, dus ik had zoiets van, oké, okay, ik heb een vlucht uh, business class gedaan. Nou, ik had even gekeken, dat was iets van 6.000 of 7.000 uh, uh, dollar. Weet je, die vlucht plus die kamer 2.000 per nacht. Ik zat er een hele week, weet je, dus ik was een beetje. Te... Ik had zoiets van, fucking hell, deze hele trip kost 20.000. Uh, uh, dollar, ik, want mm. ik weet zeker dat we nog geen, wat er nog gulden maar het was een beetje een dollar denk. En hoeveel mensen vanuit Europa werden er overgelogen? Echt heel veel. Maar ik was, denk ik, de enige vanuit Nederland, En er was uh, zeker Sven van de Perre was er nog bij. Die schreef voor PlayStation, ja, magazine. PlayStation magazine. Wij waren de enige twee uit de Benelux. En uh, uh, maar goed, ik kan me ook nog goed herinneren dat het, um, dat ik toen met de met de marketingmanager van uh, Sony, <coughs> met van PlayStation aan het praten was. Ik zei van, gewoon even eerlijk, hè? Deze hele trip kost. Want dat was ook nog een keer. De, de etentjes, de feestjes. Mm -hmm, weet mm -hmm. je, de, uh, ik bedoel, een etentje was niet gewoon. We gaan even een happy eten. Nee, dat was gelijk. Ja, een, een restaurant met flessen wijn van duizend uh, piek. Dat was insane. Dus ik zat met van. Ik, even dit rekensommetje. Weet je? Ik zie hier zeker honderd journalisten ingevlogen worden. Het kost per journalist minimaal 20.000 dollar aan trip. Ja. Hoe is dit interessant? Hoe verdien je dat terug? Hij zei van. Luister, man, jij schrijft hier. Uh, acht pagina's over deze trip, over die Tokyo Game Show. Voor mij, om te adverteren in de Power Limited, kost 5000 mm -hmm. uh, um, ja, gulden, denk ik dan yeah. toch. Of, of euro, weet ik het. Uh, 5000 euro per pagina. Um, jij schrijft uh, uh, acht pagina's. Reken even uit. Weet ja. je, ik bedoel, ik, als ik je 20.000 uh, euro uitgeef van deze trip, dan ben ik nog goedkoop uit. Mm -hmm. En ik had al opeens viel het muntje, en had ik zoiets van, wat een fucking business is dit, weet je? Ja. Maar ook realiseerde ik me van, ik, dit, is, dit is PR. Dit is journalistiek Natuurlijk. is niet mogelijk. Nee. Weet je, ik bedoel, je kunt uh, over dingen struikelen en piepshow-achtige items opnemen, zoals wij doen, maar daar is pas nu ruimte voor. Maar toen was daar geen ruimte voor. Nee. ik bedoel, no way dat je een of ander. Ik bedoel, je kunt wel een heel kritisch artikel schrijven over zo'n trip, maar ik weet zeker, als ik echt de, de boel de grond in had getrapt, was dat de laatste trip die we uh, zouden doen. Vanaf voor van Het is blad. wel een soort van gentleman's agreement dat je dat niet doet. Nee. Dus met andere woorden, um, we waren geen journalisten, we waren gewoon PR-medewerkers. Je bent embedded. PR-bewerking, ja. inderdaad, en op zich is het ook helemaal niet zo raar. Als je het naar 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 het heden toe trekt, uh, dan zie je dat dat soort trips er niet meer zijn. Uh, die bedragen, die trips zijn er nog steeds, maar wat er gebeurt is: van in de tijd waar we het nu over hebben, had je niet zoveel keuze. Je had inderdaad, official PlayStation Magazine, je had Power Limited. En een paar buitenlandse bladen die ook altijd wel... Ja, nee, al ik heb de... het echt over Nederland. Je ja, had, okay. had op een gegeven moment ja, een nation, uh, maar, ja. maar niet heel veel, weet je wel. En hmm. Power Limit was gewoon het grootste. Dus die nam je mee. Dan nam je vanuit België, nam je uh, uh, inderdaad Official PlayStation Magazine. Elk land had zijn budget. Je hebt, het is vrij normaal voor een, een game om in Nederland bijvoorbeeld... 1, 2, 2,5 ton marketingbudget te hebben om, om ja. iets mee te doen. Alleen je vijver, 200 influencers... 20 websites, uh, TikTokkers, weet je wel. Ja, je moet er een aantal meenemen. Dus neem je de 10 mee, maar wel voor een kleine bedrag. En dus zie je, dus vandaag de dag ga je naar nog steeds toffe hotels, maar gewoon hotels. Of het liefst eigenlijk een dagje op en neer. Of eigenlijk gewoon, je kan nu thuis zitten gamen en dan speel je daar die game. Mm -hmm. In die tijd werd je echt gefetteerd. Is niet en, normaal. Ik heb nog wel eens, ik denk nog, nog regelmatig aan terug hoor. Het hoor. Gauw tijden. ongelooflijk hoe wij uh, behandeld zijn uh, destijds. Ja, Wat uh, we allemaal uh, maar ja, we hebben mogen ervaren. Verdienen we verdienen natuurlijk wel gewoon terug voor die partijen. Maar ik, weet je, ik, achteraf... <laughs> ja, maar dat, gezien... daar, stond, daar, daar stond ik gewoon nee, als nee, simpel nee, ziel dat, niet bij stil. Weet dat weet, weet wel. ik wel, maar achteraf... Ja, nou, holy shit, wordt zet... er veel geld tegen gesmeten voor deze maar je trip. Maar vergeet niet, hè, als jij een goed... Uh, uh, en ook in de eerste jaren van Gamekings was dat zo. Als jij een positieve... Wij deden niet aan cijfers maar een positieve Wat reviews dat... geef uh, dat keek uh, uh, de, 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 de salesmanager van de Mediamarkt, de salesmanager van Intertoys, de salesmanager van Blokkergroep. Ik vond die keken dat allemaal. Die zeiden oké, okay, uh, hij wordt goed besproken in, uh, bij, bij Gamekings. Dat betekent dat ik er weet ik veel, in plaats van 5000, ga ik er 10.000 kopen. Dus voor Playstation of wie dan ook was het meteen van oké, okay, ik heb mijn geld terugverdienen. Want ik heb er nu 10.000 verkocht. Zo werkte het. Dus we waren hartstikke belangrijk. En ja, dat is nu wel wat anders geworden. Ik bedoel... het, 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 het leidde op een gegeven moment wel naar het punt dat het storend werd. dat uh, publishers gingen vragen om de cijfers en dergelijke, bijvoorbeeld. Want uh, ja. ja, nee, want het moet niet onder de acht komen te zitten. Want, uh, en dan uh, soort van. Ergens onderhuids toch proberen te manipuleren omdat dan toch nog wel iets maar het boven is, die afgetrokken getrokken te krijgen. Da, da, zeg maar. Dat was allemaal ja. korte termijn ding. Want, want het, dat vind ik wel interessant. Ondanks dat we, denk ik, niet echt een besef hadden van, van de journalistiek. Uh, de journalistieke uitdaging die we hadden, uh, is het wel zo dat uh, veel. Van de, van, de, van de mensen die schreven, en ook bij Game King zeker. Mm -hmm. Iedereen, er, is, er zijn uitzonderingen. Maar over het algemeen was iedereen zo ontzettend pokken, eigenwijs. <laughs> dat, het, um, uh, dat hun mening toch altijd op de eerste plaats kwam. Z zeker wel. Maar ik, ik denk wel dat uh, de jaren hè, toen we schreven, Totdat op een gegeven moment jij zelf verantwoordelijk werd voor Blammo en voor GameKings. Dat, dat bij jou toen op een gegeven moment ook wel het besef werd. van oké, okay, ik kan nu wel aan al die partijen geld gaan vragen voor mijn programma. Maar dat betekent ook dat ze er iets voor terug willen. Dus ik moet toch gaan nadenken: van: hoe ga ik, en daar hebben we heel lang over na zitten denken. Hoe ga ik kritisch zijn zonder dat ik onmiddellijk iedereen afstoot? En, maar nee, ik heb dat nooit Want, gehad. want in, de, in, in die, 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 Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd gezegd: het is niet mijn verantwoordelijkheid als uh, als als GameKings maker, mm -hmm. uh, wat die kwaliteit van die games is. Zeker. Weet je, als een uitgever een game uh, heeft en heeft zoiets van: nou, dit is iets voor GameKings. Maar die game is helemaal niet goed. Of er is iets mis mee. Dan moet je niet bij GameKings zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat, ik was daar altijd heel open ja, nee, over. Ja, natuurlijk. En dus ik denk. Kijk, ik ben wel positief in de zin van. hé, hey, dit lijkt me een vette game. Dit lijkt me wat voor GameKings. Dit zou tof zijn. Maar die kwaliteit. dat kun je pas beoordelen als die game uitkomt. Maar die uh, uitgevers zijn als eerste verantwoordelijk voor die kwaliteit van ja. de games. Niet ik. Nee. Dus als ik zeg van ja, sorry, we hebben dit gespeeld, maar het is echt niet oké. Okay, uh, wat hier gebeurt. En dat is echt wel voorgekomen hoor. Dat we uh, games, dat we echt heel hard zijn geweest over sommige games. Uh, en dan was het ook. Nou, dan wist je al de volgende dag daar hing er een of andere uh, productmanager of marketingmanager ja. aan de telefoon. Die zoiets had van ja, je bent wel veel te hard geweest voor die game. En ja, god dat soort discussies. Um, op een gegeven moment word je ook wel. Uh, uh, je leert elkaar ook wel kennen, je weet ook wel... Nee, tuurlijk, maar zou die aanpak, zoals we dat toen hebben geïntroduceerd, uh, namelijk van, oké, okay, uh, sponsoring, uh, maar uh, mening is niet te koop. Ik weet niet of dat vandaag de dag nog had gewerkt. We hadden natuurlijk een bepaalde machtspositie in die zin van, er was nog niet heel veel. Ik ben, ik ben wel benieuwd trouwens, ik bedoel, uh, nu ik daar zo over nadenk. Jullie hebben dat uh, vanuit uh, Blammo, zeg maar, altijd wel... En richting de freelancers uh, vrij goed weten af te schermen. Mm -hmm. het is, ik heb bijna nooit daarover gehoord, over die gesprekken die jij had, of, of iemand anders ook, met die product managers, met die PR-mensen. Uh, zijn daar nog wel eens in de loop der jaren wat, wat harde beslissingen door uh, uh, gemaakt? Nou, nee. Ik denk, ik denk niet dat het... Altijd... liep het steeds met een sister af, dat soort gesprekken? Nou, je moest af en toe wel gaan. Je ja, maar moest je moest, af en toe je moest toe af toe wel met biertje biertje ja, je ja, moet drinken. Er moet af en toe wel een biertje gedronken worden. Tuurlijk, ja. dat wel. Maar dat was eigenlijk altijd wel zo. Weet je, ik bedoel, um, ja. Ik, ik, ik kan me eigenlijk alleen maar de voorbeelden herinneren... waarbij ik zelf hard was over games. Mm -hmm. weet je? Ik was hard over Assassin's Creed bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik kan me nog een game... ook van Ubisoft toevallig herinneren. 50 Cent. 187 rider Ride or Die. Oh shit. En dat soort games. We hebben nog wel eens gewoon... Uh, diskjes gewoon... Ja, ja. voor de camera oh. gebroken. Weet ja. wel? Zo, zo kut waren ja, die. Ik, denk. Ik, denk, ik, ik moet je wel zeggen, ik denk dat het... Um, ja, ik kan me wel wat. Ik kan me wat discussies herinneren. En ook echt wel wat zure bekken. Maar doorgaans. ja. Het probleem is dat we vaak wel gelijk hadden. Ja, het klinkt heel erg arrogant. <laughs> maar de, de, de meeste van de PR-managers, of marketingmanagers waren vaak ook wel game. Die hadden. Een, die had, de, als mensen die games zelf hadden gespeeld. Dan proberen ze het altijd wel, want er werd van boven gezegd: van ja, je moet je wel of je mensen een beetje, want je, je sponsor, je moet een beetje goed in de grip houden, weet je wel. En maar ja, wat moeten ze dan tegen jou zeggen? Dan zei je gewoon: van ja, maar vier die game zelf dan goed? Nou ja, je hebt ook wel een punt, weet je wel, dit en dat. Maar er waren ook een paar mensen bij die hun games niet speelden, maar gewoon letterlijk gewoon: oh, het HQ zegt van: oké, okay, uh, godverdomme, wat is dit nou? We hebben daarvoor betaald en uh, hij, hij kraakt je game af. Ja, dan. Lulde je me eigenlijk de oren van het hoofd van ja, maar dit is dit is niet goed, dat is niet goed, dat, hoe moet ik dat dan goed gaan vinden? Nou, het is maar het is ook de situatie in Nederland. Hè? Want ik kan ja. me nog een keer herinneren: In Amerika en Engeland, was het was totaal anders. Wel. We hadden, op een gegeven moment had ik contact met een Engelse uh, marketing manager en die werkte voor uh, Corsair, dat was een ja. hardware fabrikant. En die had op een gegeven moment bedacht van ja, we gaan de markt op met speakersets. Mm -hmm. En toen hadden ze onze speakerset opgestuurd, uh, een hele brief erbij. Je staat, die gast belde ook nog op van ja, ik geef ze, oh, het is heel bijzonder. En uh, we hebben het gemaakt samen met een topnotch audio fabrikant werd ik veel en nou, goed kreeg die shit binnen en van een plastic box het <laughs> is echt te cheap voor woorden en uh, 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 ik had ruben aan laten kijken en ruben is audio-engineer ja. dus die, die, die had echt dus die zei gelijk ja luister dit en dat en dat de, weet je dat hele ding het is wat is het voor een kut product weet je ze vroeger ook nog best wel veel geld voor dus um, uh, 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 we hadden die review gedaan we het eigenlijk behoorlijk de grond ingestampt en om heel eerlijk te zijn, ik denk dat er, ze hadden nog niet eens betaald. Het was niet eens een sponsor per se. Maar die marketingmanager kreeg dat op een of te zien of die had het laten vertalen, weet ik het. En die belt op en die was kwaad, jongen. En ik heb echt zoiets van, waar heb jij het over, man? Dit is echt. Dit product klopt voor gemeter. Dit en dat. En zussen en zo. Nee, maar hoe weet jij dat nou? En we hebben een echt een professioneel bedrijf en dit en dat. En ik krijg ze van luister, weet je, je kan je, kan je, je erbij halen wie je wil. Ja. Maar dit product is niet goed. Wat wil je van mij? Weet je. Ja, ja ik stuur nooit meer wat op. En hij heeft ook nooit meer wat opgestuurd. Nee. Dus dat, dat was het. Nee, dat, dat klopt wel. Um, in, het Eng in, in Amerika, in de oude tijd, dat weet ik nog wel, uh, werd wel degelijk gewoon betaald. Of er werden, we, werden we, laat ik zeggen, er werden lijntjes, er werd niet gezegd van, ik koop je review, maar er was een campagne review, met er dan was Er een campagne, ja. weet je. En dat ging op het scherf van de snede, waar wij gewoon prima konden omgaan met, met, met OPM, weet je wel, dat soort dingen, terwijl onderling, uh, ja, soms kreeg het OPM een cover en dan kregen wij weer een cover of, of uh, zijn campagne, Gamekings, whatever. Ik ben wel eens op trip geweest dat, uh, dat, 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 ik, dat ik de kamer binnenkwam. En er was echt slaande ruzie tussen twee gasten van IGN en GameSpot. Die het absoluut niet pikten dat zij op dezelfde trip zaten. Want die een had een exclusieve deal en daar mocht de andere niet bij zijn. Dat ging keihard, weet je wel. Ja. En, en, en hij zei het ook al, ja, mijn fucking hell, weet je wel. Jullie hebben een campagne, dit en dat. Ik stond echt met mijn oren te klapperen, weet je ja. van Het ging om heel veel um, geld. In Nederland is dat wat kleiner. En we hebben dat op zich redelijk goed kunnen afdwingen in Nederland uh, dat dat, dat het niet hoeft. Uh... Nee, maar daar, omdat het kleiner was. Ik bedoel, als je een televisieprogramma wil hebben over videogames, ja. dan moet de hele industrie ook samen doen. Want het is veel te duur om dat Zeker. Uh, ja. vanuit één partij te doen. En ik weet dat, weet je, Sony, die, die, dat is altijd zo ontzettend eigenwijze partij, die weet het altijd beter, dus die wil op een gegeven moment zelf wat doen. En het komt dan niet uit de verf en het is altijd kut, weet je. En de, ja. dat was het leuke aan Gamekicks, omdat het zo... Echt was, ik bedoel, in het begin, het was niet of die productiewaarde dan zo hoog mm -hmm. was, maar het was het was zo echt, dat, ja. dat, dat was dat had je niet op televisie, nee, je, zo, als op televisie was, was een soort van nep en alles, ik bedoel, er zijn heel veel pogingen geweest. Kijk, bij Power Limited, dat was gewoon niet onze productie, het was niet van ons. Uh, er zaten toch ook een boel mensen op dat blad die gewoon niet zo'n uitgesproken mening hadden over stijl of over wat echtheid is of hoe je of wat je nou eigenlijk verkoopt als je een mening. Um, uh, verkoopt, weet je, of als je mening, ik bedoel niet verkoopt, maar als je dat, als het om je mee, als dat je product is, weet je, als je mening je product is, ja. wat dat betekent, en um, ja, weet je, dus dat die die pu die heeft altijd, die is bij vlagen goed geweest en ook heel vaak gewoon niet goed geweest. En ik wil toen wij weg waren, natuurlijk toen, toen, is het is natuurlijk allemaal treurig, doodgestorven. Maar uh, al bestaat het uh, volgens mij nog steeds. Maar 30 jaar uh, dit jaar. Ja. ja Oké, okay, nou leuk voor ze. Maar, maar, het is, uh, het is natuurlijk niet een schim van wat het ooit was. En dat um, uh, gelukkig konden we bij Gamekings konden we veel meer. Uh, bij die kern blijven van ook wat die meningen waren, mm -hmm. ook omdat die discussie in videovorm veel meer sens maakt dan in een geschreven blad. Ja, en daarom in dat in blad daar waren ook gewoon daar werden cijfers gegeven. Weet je, een 7,6 voor een game. Ik bedoel alsof een een, een, een objectieve mening zich laat, snap me ik, snap meten ik. in in soort van abstracte getallen. Dat zijn is, ja, is sowieso altijd subjectief, maar, ja. maar is Al het, altijd. Ja. Voor mijn gevoel is er namelijk best wel veel veranderd in die 25 jaar. Want. Uh, ging ik in het begin nog wel eens op trip zonder iemand van PR? Laat staan dat er daar allerlei druk rondlopende dames, slash heren van PR om je heen aan het fladderen waren. Of je toevallig niet de verkeerde vraag stelde. Vandaag de dag is echt. Alles qua trips. Het is nog leuk als we een beetje roadtrip-achtige dingetjes erbij kunnen doen. En we maken er zelf wel iets van. Maar die trip zelf is volkomen dood geprt weet je wel. Het, is... het werd ook gewoon steeds ongemakkelijker op een gegeven moment. Want dan loopt het continu met, je, met iemand met je mee. Je bent ja. aan het spelen. En je bent een hele matige game aan het spelen, weet je. En dan zo over je schouder zo van, nee, neem, wat, vind, wat vind je ervan? Uh, vertel eens even. Ja, ja, ja. En dan moet je eigenlijk, en moet je weet van, ach, oh, kut, wow, ja, ik, 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 ik zit hier met een doel. Niet om de game te promoten, maar dat is wel wat zij willen natuurlijk uiteindelijk. Met een preview of een review, whatever. Maar uh, ja, dan moet je het toch weer uh, allemaal een beetje sugarcoaten. Een beetje dan met de, de mantel der liefde bedekken allemaal. Van, ja, er nou, zit potentie in. Maar... En dan kom je vervolgens terug en dan brand je die. Dan fakkel je die shit vervolgens af. En, dan denk je, uh, en de volgende keer, en dan, wat je weet, je komt ze de volgende keer bij een volgende trip weer tegen. En dan wordt het sowieso weer is, een onderwerp de, van de, gesprek. Is de business veranderd? In die zin van Boris zou jij... Uh, stel dat nu televisie nog steeds de shit zou zijn. Denk jij dat je... Gamekings opnieuw van de grond zou kunnen krijgen. Het was er helemaal niet geweest. Je komt nu met hetzelfde programma aan. Nou, of is de industrie Op televisie bedoel je? Is de... Ja, nee, even hypothetisch. Televisie is nog steeds voor jongeren de place to be. Weet je, het gaat mij erom van dat wat je toen voor elkaar hebt gekregen om tien. Zo gek te krijgen hè, tussen aanhalingstekens om, om dit programma samen te on ondersteunen. Dat samengevoel van de industrie is volledig weg. Denk je dat vandaag de dag dat nog zou kunnen? Dat PlayStation zegt. Oh, dat programma, daar zit Xbox. ook. Okay. Oh ja, tuurlijk joh, we doen het gewoon samen. Nee, dat, ik, ik, ik. Ik denk dat het, het. Het zou sommige partijen wel, maar. Um... Uh, kijk, First Look was natuurlijk ook een goed voorbeeld daarvan. Ja, 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 dat is natuurlijk zeker. ook één productie waar, waar de hele industrie achter stond. Ja. En je zag ook dat op het laatst stond alleen Nintendo er nog. Weet ja, het zijn dezelfde dat, bedrijven die bijna alles hebben laten klappen. Ja, daarom. Dus dat, 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 dat gebeurt ook in. Uh, dus ik denk dat het gewoon niet meer op die, werkt, op die manier werkt. Maar je kunt het niet loszien van de opkomst van, uh, van online. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, online als marketingtool is zo ontzettend dominant geworden. Dat televisie en evenementen en al die dingen. En dat print, ja. print ook, dat doet er niet meer toe. Nee. Het gaat allemaal om online. Ja. En dat is uh, dus, ja, in die zin, als online er niet was geweest, ja, nee, dan waren we gewoon op dezelfde voet voor. Maar dat, ja, alles is ja. gedisrupt daardoor. Maar ik kan je ook nog wel, ik kan het nog sterker vertellen, die, 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 die ongemakkelijke ruzies of, of eigenlijk situaties die ontstonden op die perstrips. Het, het meest extreme wat ik heb meegemaakt, is dat ik een keertje met Jelle naar Dallas ben gegaan. Mm -hmm. Daar zat Gearbox namelijk. En we waren daar voor Aliens Colonial Marines. En dat was uh, de slechtste ja, 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 game die Gearbox ja, ja. volgens mij ooit heeft gemaakt. Um, maar dan moet je je voorstellen, kort daarvoor uh, was uh, Randy Pitchford, was de CEO van Gearbox, was in Amsterdam, mm -hmm. om hier de wereldpremieur ja, van Duke Nukem uh, uh, te tonen. Forever, ja, ja nou, het is groot succes. Uh, iedereen werd gek. Uh, toen zijn we s'avonds nog uit geweest met ja, Randy weet, Pitchford. gekeken, had uh, het gegeten, want hij wilde naar Kwekkenboom. Nee, we waren naar de Wallen gegaan om okay. daar uh, het op een zuipen te zetten. Ah. En serieus, we lopen dat, de Red Light District in door zo'n steegje. En dan kwam je vanaf de Nieuw-Zuid. Uh, liep je zo'n steegje in. En uh, daar zaten dan de eerste uh, hoeren. En hij valt op zijn knieën en zegt: van, Dit is vrijheid. <laughs> <laughs> hey, ik moet zo lachen. Hè? Ik had nog steeds niet goed bij je hoofd, gozer. Uh, maar goed, het ja. was, was een leuke avond en die, um, uh, toen zijn we, uh, dus toen gingen Jelle en ik naar Dallas toe, en uh, toen kregen we, toen, en toen zag je het al, weet je, sommige trips, dan mag je de studio in, kom je in de studio, en mag je de game spelen, en de developers zijn erbij, en dan heb je een soort interactie die zinvol is. Daar, direct, uh, we gingen naar een soort Presentatielocatie. Dan heb ik zoiets mm -hmm. van: waarom de fuck vliegen we naar uh, Dallas om daar in een, een of andere evenementenzaaltje ja. of in een soort kroeg om daar een game te gaan spelen? Dat is weird. Uh, waarom sturen ze niet gewoon een discop op of zoiets? Uh, maar goed, dat gebeurde. Maar toen bleek dat uh, Sega en Gearbox in een juridische strijd verwikkeld waren. Mm -hmm. En Gearbox en Sega, dus eigenlijk Gearbox was uh, um, contractueel verplicht om die trip te doen, ja. maar ze konden niet meer door één deur. Dus Randy, wij moesten op een gegeven moment wachten op een interview met Randy Pitchford. Die en uh, die had er gewoon geen zin in. Ja. En toen kregen we een rondleiding door die, uh, door de studio, het was allemaal niet de studio, maar, en toen zagen we dus ook zo van, ja, Randy Pitchford is heel druk, we moeten nog een uur wachten op het interview. En toen <laughs> zagen we hem ook zitten in zijn kantoor, en zijn, zijn achter hem was glas, waar wij liepen. En toen kon je op zijn beeldscherm kijken. En hij zat gewoon met zijn muis, zat hij gewoon, weet ik veel, een of andere <laughs> snake game te spelen of zo, weet je. En ik had ja. altijd zoiets van, jezus, wat is dit pijnlijk kut zeg. En um, toen waren we ook serieus, we kregen die rondleiding en toen hadden we al twee uur lang gewacht in de keuken, dan, want dan werden we geplaatst van, gaan we gaan hier maar ja. even wachten. En zat dan, uh, weet ik veel, een, ko een koffiemachine en zo. En uh, toen begon ze ons halen. En toen gingen we eruit bij de ene keuken. Ik zag van, nou oké, okay, we beginnen de rondleiding. En toen deed hij de deur open en zei, dit is onze keuken. <laughs> Laten we er twee uur gezeten. Ja, ja. En toen zei Jelle en ik, zijn ook weggaan, Wat is iets van, hey, fuck deze shit. Jullie zijn niet goed. Nou nee, ja, die, 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 die ik heb ook heel wat keukens gezien, inderdaad. Van, uh, zeker die laatste jaren van trips waar je inderdaad gewoon invloog. Uh, weet je, en dan vaker locatie. Want in het begin was het inderdaad studio's. Ik, ik heb helemaal in het begin al bij LucasArts gewoon rond kunnen lopen. Bij IA rond kunnen lopen. Gewoon vrij van: hé, hey, dan loop maar rond. Weet je kan je mensen kan allemaal niet meer. Nou, op een gegeven moment de studio-trips kon ook niet meer, want ja, daar hing altijd wel ergens artwork van een bepaalde game die nu niet af was. Daar nou, oh wee, oh oh, oh als daar iemand dan een fotootje van maakte, dat soort bullshit allemaal. Dus op een gegeven moment werd het inderdaad. Ging je naar een willekeurige feestlocatie toe, weet je, en daar waren dan wat PCs neergezet uh, en dan kon je daar gaan spelen. En dan inderdaad kwam een iets te zenuwachtige developer ook nog iets vertellen over die game. En dan uh, ja, ik heb op een gegeven moment mocht je dan bijvoorbeeld met z'n tienen elk één vraag stellen, dat soort dingen allemaal. Of je moest je vragen ook van tevoren al aanbieden. Ja, dan, dan wordt het gewoon steeds minder leuk. Ik bedoel, in de oude dagen, ik heb nog volgens mij met de maker van World of Warcraft uh, die nam me gewoon mee, weet je? wel. van, hé hey man, heb je honger? Ja, weet je? Oké, okay, nou, gaan we pizza halen. En dan hebben ze een auto en gingen we gewoon pizza uh, halen in Seattle, weet je? En dan gingen gewoon, gewoon een beetje babbelen over games. Niet dat ik dan scoop's wil hebben, maar gewoon een beetje, gewoon, wat is je passie? Waarom doe je dit, dit en dat? Dat waren, dat was leuk. Had je een dat, verhaal. Ik heb dat ook hoor. Ik ben een keertje, van mij heb ik dat verhaal wel eens verteld dat ik bij DMA Design, ja, heb uh, ja, ja, geen, ja. en toen kreeg ik een ticket voor een vliegtuig. En toen kwam ik, daar kwam ik daar naar binnen. Serieus, moest een taxi en het was in Schotland ergens. Wisten ze niet dat je zou Wisten komen? Wisten ze niet ik zou komen? Ze zeiden: ja. zei, nee, geen probleem, hoe lang blijf je? Drie ja. dagen. Ah, kom maar mee. En ik mocht alles spelen. Ja. En ze hadden GTA net gemaakt. Ja, ja. ja, ja nou, daar je vandaag door. Ik bedoel, dat is ondenkbaar dat je ja. bij Rockstar nu binnenkomt en dat je, dat je, de, ja, ik kom eventjes drie dagen meekijken. Is dat oké? Okay? Maar is is de gamesindustrie dan is de gamesindustrie leuk? Is, is die er leuker op geworden? Nee, nee maar die. die de, ja, je kunt, laat ik zo zeggen. Wat er toen tof was het feit dat je langs kon mm. gaan bij een uitgever, dat heb je nu nog bij de indies en bij de indies, de indies zijn echt leuk. Weet je, ja. heel veel hele leuke indie-developers uh, en, en uh, ontwikkelaars daar kan echt van alles. En dat is gewoon dat zijn mensen die nog altijd met dezelfde passie uh, werken aan videogames, maar de grote jongens, de ia's, de ubisoft, de Activision, ja. de, de de rockstars. Dat is echt niet meer dat leuk. Is echt een... van A tot Z geregisseerd. Nou dan. en en vooral dat soort trips en dat is me op een gegeven moment ook gaan bij gaan tegenstaan. Wat er, nog dan... van bij, of wat er nog van over is van de, de trips. Dat ook. Ja, het begint nu wel weer een beetje op te komen. Maar, maar, goed, maar, maar, maar sterker, op een gegeven moment had je ook nog wel die trips naar Amerika. En dan ging je daarheen en dan was je een paar dagen ergens in, 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 in Amerika. En dan kreeg je nog steeds niks te zien. Weet je, nee, ja, 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 de ja. multiplayer mode of uh, uh, weet ik wel, de character customization tool, dat soort shit, ja. weet je. En ik bedoel, dan moet je voorstellen dat je daar nu, hey, waarom zou je daar godsnaam heen gaan? Nee, Pleur die shit uiteraard. online als je het interessant vindt. En dat, uh, nee, nee ik, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het, is, het is wat dat betreft wel veranderd. Uh, Um, is gaming aan zich dan nog steeds is dat heel erg veranderd de, de, de games die je toen speelde ten opzichte van de games die je vandaag de dag speelde? Ja, natuurlijk is het veranderd. Want ik vind voor, voor mij is essentieel gewoon de, de, de mogelijkheid om online te gamen. Ik denk dat dat want ik weet wel het ja, kon dat, het heeft, het, het, dat het, heeft dan een hoop dat heeft voor een Complete cultuurverandering. Want in het begin kon je dat via de PC doen als eerste, maar ik was gewoon niet slim genoeg. Ik snapte nooit hoe je dat voor elkaar kreeg, want dan moest je servers gaan zoeken en weet ik dat kon ik allemaal niet. Toen bij de Xbox begon het een beetje, maar bij de Xbox 360 op een gegeven moment dat je, dat je inderdaad FIFA en Call of Duty en dat je online tegenaan. Toen is het bij mij is zoiets veranderd van puur singleplay naar in één keer dat competitief. Ik weet is ik zo kan tof dat jij heel lang nog gewoon een telefoonlijn had. Ja, ik, ik al geen ADSL ik, en ik, geen Ik heb heel lang geen mobiel gehad. Ik, 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 ik gewoon ook een soort van angst van die techniek. Van dat, dat, dat snap ik allemaal niet. Want in het begin was het ook wat je al in het begin zei. Die, die, ik, ik zat dat van hoe, fuck, hoe hebben die die games allemaal? Ja, Moet je bij een nieuwsgroep? Ja, hoe kom ik dan in een nieuwsgroep? Weet? Van waar vind je die? Um, nou. Het is nu... Um, dat is voor mij gigantisch een verandering geweest. En games zijn daardoor voor een deel leuker geworden. Maar de laatste tijd met open werelden... games as a service, free to play... al dat soort dingen weet ik ook weer niet... of, dat, of ik dat een hele positieve verandering het vind. Is, het is niet the way. Gelukkig zijn er nou. nog steeds many ways, weet je wel. Ook ja, zeker, voor jou zeker. is er nog meer dan genoeg keus. Voor mij is er meer dan genoeg keus. Wil ik weer even in een Destiny-achtige game duiken, dan doe ik dat. Wil ik weer even in een uh, Lies of Pi-game uh, duiken, dan doe ik dat, weet je wel. Het, 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 het is allemaal. En dat is, uh, ja, dat is gewoon hartstikke mooi natuurlijk. Hey, ik vind het, die ervaring is wat ik heel erg had. Ik had op een gegeven moment de, uh, weet je, ik, vind, ik, ik ben een groot fan. Ik speel heel veel op mijn Xbox Series X. Vet, mm -hmm. vet ding. En op een gegeven moment was ik de update zat. Weet je, want ik merkte ja. gewoon dat het op een gegeven moment zo erg was. En zeker als ik Warzone bijvoorbeeld een tijdje niet had gespeeld. En ik moest weer 100 gig downloaden. Nou, dan kon ik rustig, dan kon ik gewoon gaan slapen. En de volgende dag kon ik de een keer spelen. En nu heb ik bijvoorbeeld, uh, ik heb nu weer, uh, uh, ik heb glasvezel nu eigenlijk. eigenlijk glasvezel internet. En uh, dan zie je gewoon van hey, 100 gig downloaden. Oh, dat is uh, 20 minuten, weet je. Dat maakt niet meer zo. Dus dat hele update-probleem wat ik had met die game-ervaring. van de hele tijd die Pleuris-Games moeten updaten. Ja. Dat probleem is een beetje weg. Omdat met glasvezel gaat het gewoon allemaal super snel. Maar dat had, ik, dat had ik in die PC-tijdperk. met elke keer moest je die shit weer updaten. met drivers en dat soort dingen. Dat ja, me, oh, dat is maar, kut. Maar, ja. Elk tijdperk heeft dan wel weer zijn issues. Um, maar gaming is wel. Best wel veranderd, La, laat, laat ik het zo zeggen. Laat ik het daar een beetje mee, mee uh, afsluiten. Uh, het plezier wat ik er nog steeds aan beleef, it, it is niet verminderd in vergelijking met 25, 30 jaar geleden. Nee, Oké, okay, maar had jij verwacht dat je dat 20 jaar geleden, laat ik het niet te lang, hè, want dan wordt het wel ja. helemaal maar 15 jaar geleden. Toen was gaming echt anders dan nu met online begon allemaal te komen. Uh, had je verwacht dat we vandaag de dag hier staan, straks ook met AI, is het sneller of langzamer gegaan? Ik had altijd wel het idee van oké, okay, op een gegeven moment wordt het echt heel realistisch. Weet je, dat had ik altijd wel van heel realistisch. Werelden die, die lijken op wat je ook buiten ziet. Terwijl uh, uh, het hele microfoon hier in elkaar dondert. Um, maar het gaat nu wel heel snel. Snel? Ja, nog niet snel know, genoeg. Het AI-verhaal zal uh, absoluut uh, invloed uh, gaan hebben op de hele industrie natuurlijk. Want mm -hmm. uh, er gaan mensen op straat gezet worden. Voor, dat, dat gebeurt natuurlijk al. Uh, er gaat sneller ontwikkeld kunnen worden ook daarmee, denk ik. Maar we hebben met z'n allen daadwerkelijk geschreven ooit wel eens. Deze graphics, dat, dat is ongekend. Dit gaat... Super dit elektrisch. gaat misschien nooit beter worden. Maar die serieus, <laughs> als je nu gewoon een, een PlayStation 4 game speelt, die is ja. helemaal niet zo heel veel lelijker dan een PlayStation 5 game. Dat is waar. Tuurlijk, PlayStation 5 is wel wat mooier, maar zo groot is dat verschil niet. En dat was. Het verschil zit hem nu al in andere facetten, het snellere inladen en dergelijke. Oké, okay, misschien dat, dat soort dingen. Maar, maar, maar kijk naar, naar bijvoorbeeld het verschil tussen de PlayStation 2 en de PlayStation 3 dat was een wereld van dat is ja. een gigantisch verschil. Dus die, die grafisch gezien, ik bedoel we zetten wel steeds stappen, maar die consoles niet, weet ja. je. Daar ga je dat niet dat, dat duurt daar nog langer. En ik heb zoiets van ja, waar ik al mijn hele gaming leven op wacht, is niet zozeer mooiere graphics, want ik was al blij met de PlayStation 3. Dat, dat tot op de dag van vandaag vind ik dat oké, okay, goed genoeg. Uh, ik zat te wachten op een geloofwaardige interactie met de computergestuurde tegenstander. En dat is wat ik denk van ja, die hele uh, large language models, die, is, die nu open source en overal, uh, weet je, die, die, die krijg je cadeau tegenwoordig als je een paar cornflakes koopt. Dus dat, uh, die techniek die gaat nu zijn intrede doen bij mm -hmm. al, die, in, al die game development engines. En ik denk dat dat een groot verschil gaat maken. Dus ik denk ja. dat je zo meteen uh, misschien zelfs wel een soort van door AI gegenereerde missiestructuren gaat krijgen. Of een uh, door AI-gegenereerde verhaallijn, inclusief de dialogen die daarbij horen. Ja. Dus dat soort shit ga je krijgen. En daar geloof ik uh, van dat dat echt ontzettend veel waarde toevoegt. Want. Ik heb altijd zoiets van: ik vind heel veel uh, MMO's in principe interessant, maar op een gegeven moment is die verhaal klaar en is het niet meer zo interessant. Mm -hmm, of je ja. hebt een verhaal en die niet zo leuk is. En je wil juist een andere verhaallijn volgen... die dan weer veel te kort is. Dus wat je nu gaat krijgen zo Maar meteen, hoe, goed je, hoe, hoe, hoe creëer je boundaries? Hoe, hoe... Niet, dat is dus ja. het hele ding. Die boundaries werden gecreëerd... door de verhalenvertellers. Die ja. van, je kunt niet verder. Maar neem een game als Red Dead Redemption. Dat vind ik een goed voorbeeld. Prachtige open wereld. Al die details. Je kon overal gaan. Dat is super vet. En dan, maar je wilt toch dat het ergens toe leidt? Dat het ergens naartoe groeit... Ja, maar dat, dat moet toch een einde, je, moet, je moet een verhaal toch ook kunnen afbouwen. Maar, maar hoe zou het? Het leven heeft toch ook een. Na een, een, nou, een einde komt een, weer een begin. Precies. Gaat altijd, nou, maar dat, dat is ook wel iets van, uiteindelijk, wie weet, komen we wel bij één game waar je, je zo s'nang in voelt dat dat de game is die de rest van je leven speelt, omdat er constant dingen gebeuren. Ja. Wat natuurlijk ook de, hel, de hele industrie dan over Maar dat maakt, willen ze waar... ook. Dat, dat willen ja. ze 100%. Eén iemand gaat dat maken. Wat, en... wordt, wat wordt je verkoopmodel dan? Maar je verkoopmodel is gewoon dat jij die game gaat spelen. En je, als Adonate. je er eenmaal in zit, ga je er nooit meer uit. Oh. En, het, en, en het is ook nog eens een keer. Kijk, nu het probleem is echt met. Het, 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 de scriptschrijvers zijn de bottleneck. Weet ja. je. Want vaak zijn er, zijn er niet veel. Ze zijn niet goed. En, en ze schrijven wat ze schrijven. En daarna houdt de game op. En dat is, dat is nu klaar. Weet je. Nu ga je gewoon kijken van. Oké, okay, in de stijl van die schrijver. Schrijf een plotlijn die deze kant op gaat. Hé, hey, de speler speelt dat. Schrijf nog een plotlijn. Die hem die die kant op gaat en eentje die kant op gaat. Je weet toch dat als je de, de map ziet van van de GTA bijvoorbeeld of of over elke open wereld game, dan zie je allemaal van die dingetjes die je kunt doen. Mm -hmm. Wat als daar een 5000 dingetjes zijn om te doen? Weet je, in plaats van vijftien, Weet je, maar de, maar inderdaad. En als je er één volgt en je en de de het model ziet dat je dat leuk vindt, genereert het gewoon nog meer van die content, want dat ja. het kan allemaal gegenereerd worden. Dus de mens is eigenlijk nog de beperkende factor. Uh, nou ja, de creativiteit, de, de, ja. de arbeidsuren die erin moeten, ja. die zijn beperkt. Dus ik, ik, eerlijk gezegd, ik denk dat als er nu nog games in ontwikkeling zijn die niet daar optimaal gebruik van maken, mm -hmm. dan denk ik dat je, um, ja, dat, dat is zonde van je tijd. Oké, okay. um, ik denk dat er meer dan genoeg, uh, hoe heet het nou, uh, uh, gespreksonderwerpen zijn om misschien later nog eens een keer een, een old stories uh, 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 podcast uh, te doen, in ieder geval. Maar uh, mijn laatste vraag is dan. Allemaal hebben we al meerdere malen gezegd, gedurende die 25 jaar, van ja, ik denk niet dat het nog vijf jaar, hè, over tien jaar, we zitten er nog steeds. Denk jij dan, persoonlijk vind ik deze industrie wel echt fucking interessant. Want als er iets op techniek gebeurt en, en ook verhaalvertelling en entertainment, dan gebeurt het hier. Over tien jaar, doe je dit dan nog steeds? Er zijn jaren geweest dat ik dacht dat het mijn laatste jaar zou zijn. Mm -hmm. Maar dat had gewoon meer met, mijn, met hoe, hoe mijn leven leidde te maken. Hoe mijn leven zich voltrok. Ja. Inmiddels uh, uh, zit ik in rustige vaarwater. Ondanks al persoonlijke uh, tegenslagen en dergelijke. Maar weet je, dat is, je wordt ouder en je dealt met dingen. Uh, ik ben wel afgestapt nu denk ik van uh, het idee dat ik hier uit ga uh, stappen. Of ja. zo. Mijn liefde voor games is dusdanig groot... Um, zolang ook de, 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 de kijkers, daar ben je ook natuurlijk wel van afhankelijk, weet je wel. Mm -hmm. Zolang de kijkers mij uh, waarderen voor de content die ik maak en, en de mening die ik verkondig, uh, kan ik dit wel blijven doen. En zolang mijn, mijn brein en mijn handen het allemaal toelaten, zeg ja. maar, mijn, mijn uh, hand-oogcoördinatie het allemaal toe blijft uh, uh, laten. Denk ik dit, dat ik dit uh, tot, uh, tot de bjorneleeftijd zou kunnen blijven doen, bij wijze van spreken. En jij, Boos, je bent natuurlijk met heel veel dingen bezig. Vind je gaming nog steeds interessant genoeg om. Ja, zeker. Um, en zeker bepaalde aspecten van gaming. Ik vind de business heel interessant nog altijd. Ik vind ook uh, um, ja, technologische ontwikkeling. Ik vind sommige dingen ook. Uh, ik, ik stoor me heel erg aan de, uh, de hype. Trains die er het het voorbij komen, weet mm -hmm. je, dan is dat weer VR en uh, ik moet zeggen AI heeft ook uh, de potentie om een vreselijk lege hype te worden, uh, maar wie weet. Ik heb ik heb goede hoop in ieder geval. Um, ja, nee, ik, ik, ik weet niet in, in welke vorm, maar ik, het zal altijd mijn interesse uh, blijven houden en ik wil er ook altijd uh, media over blijven maken. Dat ja. vind ik echt superleuk. Ja. Cool. Um, ja, ik heb ik heb het zelf een beetje. Ik denk dat dat in gaming Steeds meer alles gaat samenkomen. Of het nou muziek, film, alles is. Um, ik denk dat, 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 dat het alleen nog maar kan groeien. Uh, ook voor iedereen. Dus niet alleen voor de hardcore niche waar wij vaak in zitten, maar ook voor de gewone gamer. En dan de, de, de casual gamer. Er is nog zoveel te doen. Er gaat nog zoveel gebeuren. Um, laat even weten. Gewoon in de comments. Um, hoe jij dat ziet? GameKings vroeger, GameKings nu? Vind jij de industrie veranderd? De aanpak anders? En uh, laat u, natuurlijk, even weten wat je vindt van deze podcast. De komende tijd, meer zomerpodcasts. Ja.